twee, één. Oh nee. Het opzetten van de cloudkadoel. Daar is die. Je doet het onderste laken, kan je precies om een eenpersoonsbed heen vouwen. Je maakt schepjes vast rondom de poten. Die zwarte die gaan zo meteen nog onder het bed door. Dat is natuurlijk een smal bedje. Ja. Je kan die zwarte dus helemaal stellen. Je kan ze om het hele bed heen doen of om het matras heen. Dat kan ook. Maar in dit geval... De zwarte moet om het bed heen. Nee, kan ook om het matras heen. Maar met dit bed, omdat het een bokspring is, is het handiger om het gewoon om het hele bed heen te doen. Hem iets te ver getrokken. Oh god, er loopt nog een hele grote spin. Trap hem dood, trap hem dood. Ja! Goed zo, schatje. Nou, normaal gaat het dus alleen om het matras heen, maar omdat dit een bokspring is, wordt die wat dikker. En dan past dus die lange, die past dus niet. Maar dat geeft niet.
pas op. Pas op de tenen. And then the magic happens. And then the magic happens. En dan denk je, zo, dat is veel werk. Een super goede pomp bij. Dus even het juiste ventieltje eraan maken. Hop, slangetje erop. En je komt dus die blauwe. Je zal altijd zien dat als we dan nog even filmen, dat we dan. het gaat altijd goed. en nu ging het heel even mis. Omdat er het stukje stof. Hierboven zat hij gewoon goed vast. Maar hier zit een stukje stof. Die zat tussen de dop. Dus ja, dan laat hij natuurlijk lucht door. Dus dat klopt. Nou, deze zijn dus echt knoerdhard. Echt Thijsproef, trust me, gaat nergens heen. En zo doe je hem open. En kan hij er gewoon in. Kan van twee kanten. Kan van twee kanten, allebei de kanten kunnen open. Ideaal, cloudcuddle. Echt als je een kind hebt met een beperking of een kind die je gewoon veilig wil laten slapen. Je kunt hem aanvragen via de WMO. Dus niet alle gemeentes kennen hem nog, maar hij is echt fantastisch. Ja, zo valt hij nooit uit het nummer uit bed. Hij valt nooit uit bed, het is gewoon veilig voor kind. En als er brand uitbreekt, dat gebeurt net als dat bij een kind in een bedje die er niet uit kan. Weet je, het is gewoon als een baby daarin ligt, dat is hetzelfde als dat Thijs hierin ligt. Dus vandaar alle vragen van die, ja, stel nou dat er brand uitbreekt. Kind er net zo snel uit. Kan die er net zo snel uit. Als dat een kind in een baby in de commode ligt. Dus, of in een, hoe heet zo'n ding? Ledikant. Commode is heel iets anders. Dus, cloudcuddle. Top ding.